Nou, bedankt dat u tijd hebt gemaakt. Ja. Ja, we kennen u natuurlijk van de platte aarde. Ik denk vooral de jongeren in Nederland kennen het film van Poons van de Flat Earth Conference. Ja. Wat is de grootste misvatting in de maatschappij die er nu nog heerst? Als het gaat over misschien de platte aarde, het coronavirus, wat is het? Nou ja, misschien het allergrootste is wel dat we te veel macht toekennen aan degene die ons zeggen te moeten besturen. Dus met andere woorden, we hechten heel veel waarde aan de overheid, aan overheidsinstanties en aan regeringsleiders. En ja, dat zijn mensen die in wezen orders uitvoeren van een kwalijke groep. Hè, u mag ze de Illuminati noemen, of de Deep State, of de Kabal. Ja. En daarvoor zijn zelfs complete landen worden gewoon ongeschikt gemaakt. Dus de bewoners worden ongeschikt gemaakt aan een groep mensen die graag hun eigen rijkdom willen uitbreiden. En ja, dat gaat heel ver. Dat gaat ook heel sneaky. Hè, bijvoorbeeld met gezondheid, dat mensen denken dat we vaccins nodig hebben, dat we pillen en dingen nodig hebben. En terwijl ik kan aantonen dat de farmaceutische industrie, als die erop uit is om zichzelf nou ja, te verrijken en verder altijd van werk te blijven voorzien, dan is maar één ding wat je te doen hebt en dat is liefst zo snel mogelijk de kinderen ziek maken. En dat is dus met het hele vaccinatieprogramma die daar werkelijk induikt. Die zal zien dat echt gebeurt. Dat de vaccins niet bedoeld zijn als een soort triggering zeg maar, van het immuunsysteem. Van pas op, er gaat wat gebeuren. Ja. Maar dat de vaccinaties al van vroeg af aan. Vergeet niet, Amerikaanse kinderen moeten 78 vaccinaties hebben voordat ze zeg maar 16 jaar oud zijn. En 54% van de Amerikaanse kinderen op dit moment is chronisch ziek. Dat betekent dat ze de rest van hun leven afhankelijk zijn van pillen en behandelingen. Dat komt door de vaccinaties. Dat komt door de vaccinaties, aantoonbaar doordat je iets inspuit in het lichaam wat het immuunsysteem verzwakt. En wat dus het hele systeem van het lichaam zeg maar ontregelt. Ja. Dus wat is het grootste complot? Ja, dit is een hele serie te noemen. Maar in wezen is er een soort samenzwering, zo moet je dat zien, om de mensen klein, gedwee, zwak te houden. Er is niet zo makkelijk te regeren als een bevolking die half ziek is. En dan ze hebben immers maar één wens en dat is beter te worden. En dan kun je als overheid zeg maar, kun je allerlei dingen doen. Maar je moet de mensen in een slaafse afhankelijkheidspositie weten te krijgen. En dan heb je ze. Okay. En zo'n theorie als dat de aarde plat zou zijn, is dat ook via de overheid erin geblazen dat die rond zou zijn? Of hoe staat dat in? Nou, de theorie dat die plat is, dat is geen theorie. Dat is een kennis, een waarneming. Een kennis die we hebben dat de aarde geen bol is die met onnoemelijke vaart door een vacuüm heelal gaat. Maar het is inderdaad de Jezuïten die dat vanaf zo'n 1543 ingezet hebben om de mensen het denkbeeld bij te brengen dat we op een bol leven waar we dus niet van af kunnen. He, dus als we denken dat we alles weten, dan kunnen we niet reizen, we kunnen niet op ontdekking gaan, want we zitten immers op een bol en hier komen we niet af. Dus er zit een soort metafysische gedachte achter, van als je tegen de mensen zegt dat ze op een bol leven, in een onmetelijk grote ruimte, met een heleboel zonnen en een heleboel planeten, en noem maar op en noem maar op, dan krijgen wij het gevoel dat wij heel toevallig zijn en heel nietig. We zijn heel klein, want wat stellen wij nou voor in dat immense heelal, zeg maar, waarvan alles is? Op het moment dat dat een leugen blijkt te zijn, dat is kennelijk alles wat wij zien, de zon en de maan, de sterren en eventueel de andere luminaries, en dat bestaan niet echt planeten, maar als we ontdekken dat dat allemaal voor ons bedoeld is, dan krijgen we een heel ander gevoel. Dan is eigenlijk de aarde is het middelpunt van alles. En dat heet het geocentrische model, waarbij de aarde stabiel en vast is, dus niet draait en ook plat is. Ja. En alles, de zon, de maan en de rest wat wij zien, dat zit daar, is eigenlijk bedoeld om de aardse schijf in stand te houden. Okay. En dat geeft een heel ander gevoel, want het lijkt net alsof wij heel speciaal zijn en niet maar toevallig. Dat is het verschil in gevoel, zeg maar, wat dat betekent. Dus u zegt ook dat er geen andere planeten zijn? Nee, andere planeten zijn er niet. Wat wij zien, U moet dat zien als, dat wordt in het Engels luminaries genoemd, oftewel lichtobjecten.
Okay. En het feit dat wij op de maan kunnen lopen, hè, dat dat terra firma, dat dat vaste stof is, dat is niet zo. En Mars, hè, dat is een andere hoax van NASA, dat men denkt van jongens, wij schieten een raket naar Mars en daar gaan we een wagentje op zetten die daarop kan rijden en dergelijke. Het is een eiland bij Devon Island, dat ligt bij Canada. Ja. Daar wordt het allemaal gefotografeerd. En dat kunnen we ook zien. We kunnen het landschap zien, hè, wat op Canada, op dat eiland is. En even later krijg je een foto van NASA. Dat is exact dezelfde foto, ja. Alleen die is helemaal rood gekleurd als dat het op Mars zou moeten zijn. Ja. NASA is een sprookjesinstituut tegen een rato van $53 miljoen per dag. En zij verkopen ons nonsens, sprookjes. Dat wij maar denken dat wij op een bol wonen waar we niet van af kunnen. Ja, en die platte schijf wat aan de aarde is, hoe ziet die er dan uit? Want we kunnen er niet afvallen. Nou, heb ik de bol net aan de kant gebracht. Omdat, ik pak het er even bij. Ja, dan omdat de platte aarde het niet meer geeft. Dan is het helder. Ja. Maar hier zie je dan de continenten als het ware, met de Noordpool in het midden. Ja. Hier zie je dan Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, nou ja, Groenland en andere. Dus in wezen de Noordpool in het midden, dit is de Antarctische ijsring. En hier, dit is het aardse plateau. Ja. Maar inmiddels is bekend dat er dus al een tweede linie is met aarden of oorden. En inmiddels heb ik ook al tekeningen dat ik een derde lijn heb, zeg maar, met aarden en oorden die daar omheen zitten. Dus eigenlijk zit de aarde in het middenveld en dit is verboden terrein, de Antarctische ijsring. Hij is hier als een ring, maar hij is niet exact een precieze ronding hoor, dat hoeft dus ook niet. Ja. Zeg maar dat is wat, en de zon en de maan, dit is de evenaar, die wij getekend hebben, de evenaar boven. De zon en de maan die cirkelen alleen maar in dit stukje, dus die gaan alleen maar zo in het rond. En de ene keer wat meer aan de buitenkant, dan heeft Afrika, Zuid-Amerika, die hebben dan. In Afrika. Dan hebben we die zon, zeg maar. Maar als hij aan de binnenkant zit van de evenaar, dan hebben wij zomer. Dus en waarom is het dan zo dat als mensen zeggen, ja, maar als ik een licht boven de aarde zet, dan is het toch overal licht? Nee, want als dit, nou, dan komt er nog net echt de zon binnen, maar kijk, als dit de zon is, ja. Dan kun je wel zien, nou, het is erg licht hier, maar kijk, de zon die zit hier nu, en die zit dus hier nu niet. Ja, en als hier dus, nacht. Ja, nou ja, en dit als dit, hè, dan is het daar nacht, ja. Dus dit is wat de zon doet. Ja. Jaar in, jaar uit, alleen maar rondjes draaien. Altijd dezelfde kant op. En de ene keer zit hij in buiten, en dan een half jaar later dan zit hij in binnen, en dan gaat hij weer naar buiten. Nou, dat is in wijze wat er gebeurt. En de maan, die hobbelt erachteraan, ja. Met 5% vertraging. En er zit een dak overheen, een soort koepel, een firmament wordt dat genoemd. Dus dat zit er als het ware zo overheen. En daarbinnen speelt het aardse leven zich af. En moet ik mij voorstellen dat die zon en maan ook plat zijn? Of zijn dat wel bollen? Nou, het lijkt erop dat de maan een halve bol is. Omdat wij dus de dark side of the moon ook niet kunnen zien. Maar als de maan aan het draaien is, dan kun je dat fotograferen. Dan blijkt er ook aan die kant werkelijk niks te zijn. Okay. En dat kan alleen met een halve bol. Als je dus een sinaasappel doormidden snijdt, hè, en je draait hem, de ene keer dan kijken we tegen de volle maan aan, en de andere keer tegen een halve maan. Maar dat de verklaring zou kunnen zijn dat het dus niet dat het geen bol is, zeg maar. En wat de zon betreft, ja, het zou een beetje verspilling van energie zijn als hij ook naar boven toe warmte zou afgeven en licht. Daar merken wij daar dan niks van. Die... Dat, nou ja, het lijkt erop dat ook de zon bedoeld is om de energie naar de aarde toe te zenden. Ja, en dus alles is gefocust op die aarde en de aarde is geen deel in het grotere geheel in de ruimte. Dat klopt, nee. Dat is een sprookje van wat NASA ons probeert wijs te maken. Ja, ja. En die tweede ring daaromheen met achter Antarctica. Ja. Hoe kan het dat de massa daar zeg maar niks van weet? Ja, kijk, het is streng verboden om naar Antarctica te gaan. We worden weggeschoten, we worden tot zinken gebracht. Het is 53 landen beschermen Antarctica, om het zo maar te noemen. Want dat is ook het idee van de bol. Dan hebben de mensen het idee, we kunnen hier niet af. Er was eens een keer een jongetje in de klas, een jaar of 12. En de juffrouw vraagt, wat wil jij worden? Ja, ik wil ontdekkingsreiziger worden. Ontdekkingsreiziger. En die zegt de juffrouw, nou zet dat maar uit je hoofd, want alles is al ontdekt.
Nou, dat is precies de reden waarom we op een bol leven, want dan denken we dat we alles al weten. Terwijl als je nu op het journaal gaat zeggen van mensen, wij zitten binnen de eerste ring, daarachter is meer land waar je ook kunt wonen, hè, met een eigen zon, dan denk ik, dan worden mensen nieuwsgierig. Ja. Dan denk ik, nou, we gaan een keer niet naar Japan, maar we gaan een keer proberen. Maar goed, Antarctica wordt streng bewaakt, hè, met schepen. En ook vanuit de lucht en radar. Dus het is verboden terrein. We mogen daar niet komen. Helder. Dus ja, we kunnen er ook niet naartoe om te checken wat er is. Oké. Ik heb een klein filmpje. Ja. Laten we daar even naar kijken. Het bleek dat men nauwelijks durfde applaudisseren onder de indruk van het grootste moment. Thank you. 6 uur later zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan. One small step per man, one giant leap per mankind. Hij noemde het een kleine stap voor de mens, maar een grote sprong voor de mensheid. Knettergek. In 1969, Armstrong, die dan als eerste op de maan zou zijn. Een jaar daarvoor, Gus Grissom, dat was de echte astronaut die opgeleid was om het te doen. Die werd levend verbrand in een capsule met 2 collega's door NASA. Omdat hij gewoon tegen iedereen zei, joh, wij op de maan, dat gaan we niet halen. We kunnen nog niet eens communiceren onderling. Hij zei tussen de torens en de cabine. Hij zei dus dat gaat niet worden. En, nou ja, men is nooit op de maan geweest. U kunt ook niet op de maan lopen. Het is niet terra firma, zeg maar. Als u een kopje. Hè, dus het is een soort plasma luminary, zo moet je dat eigenlijk zien. Ja. En dit is een hoax die toen uitgebracht is en gefilmd is later door Stanley Kubrick. Mm-hmm. Want de amateurs van NASA die maken er eigenlijk een grote bende van. Maar dit is een groot wereldwijde opgezette hoax om de Amerikanen tevreden te stellen, want de Russen hadden immers in 1957 Sputnik zogenaamd in de ruimte gebracht, waarop Kennedy gaat roepen van jongens, hè, over 10 jaar dan staan wij op de maan. Puur om de race te winnen hebben ze dit in scène gezet. Nou ja, dit is puur in scène gezet. Ja. Dit is het, tot 1977 heeft men die maanlandingen zogenaamd gedaan en het is niet werkelijk gebeurd. Het is niet, de techniek ontbrak om het toen te kunnen doen. Maar je kunt niet op een plasmabol, zeg maar, landen. Daar kun je geen raket op zetten of wat ook. Dus dit is een grote hoax. Hè? Als de capsule zelfs terugkomt van de maan, ik weet niet of dat kent, maar er komt zo'n capsule komt dan zogenaamd door de atmosfeer. Ja. En die landt dan in de zee. Die is daar boven losgelaten. Ja, natuurlijk, want kijk, als iets door de dampkring gaat en het zou ophitten, verwarmen, zeg maar, en dan komt het neer in het water, dan zou je allemaal stoomontwikkeling moeten zien. En dat ding is natuurlijk gloeiend heet. Maar dat was helemaal niet zo. Dat ding komt neer en hij werd uit een vliegtuig gegooid en vlak boven. Zelfs dat filmpje heb ik. Dus de maanlanding hoax is eigenlijk het begin van mensen te laten zien dat er wel space is. En dan heb je nog een André Kuipers. Ja. Die dat allemaal. Man van Nederland. Nou ja, die moet dat allemaal ondersteunen. En die man krijgt een riant salaris om de mensen in wezen verder in het bedrog te trekken. Om verder maar te laten geloven dat er space en ruimte is. International Space Station. Terwijl we allemaal weten dat. Maar het is niet waar, het is een leugen, het is om maar dat bolpraatje compleet te maken, te blijven maken. Ja, helder. Dan wil ik even doorgaan naar de hedendaagse onderwerpen. Het 5G, of het coronavirus en 5G, heeft dat iets met elkaar te maken? Nou, uiteraard. Kijk, het gaat even om de mens. De mens, iedere straling is zeg maar a priori niet goed voor de mens. De mens bestaat zelf uit allerlei straling, je botten, je hart, je lever, nieren, organen, alvleesklier, allemaal hebben ze een soort frequentie, een bepaalde trilling waarop dat gebeurt. Maar als jij je als lichaam gaat begeven, zeg maar, in een veld met continu hogere straling, dan voel je dat. Dus het maximum van 5G, dat is 90 megahertz, dat wil zeggen 90 miljard elektromagnetische golfjes, wat iedere seconde door iedere cel van je lichaam gaat, dan kun je heel kort volhouden, maar daarna niet meer. Ja. Dus alle straling, al is het een beetje meer wat uit een wifi-router komt, zeg maar, dat is eigenlijk al niet goed voor de mens. Nou kan de ene er beter tegen dan de andere, alleen dieren, ook koeien en vooral niet geaarde dieren, moet je denken aan vogels en insecten, die dus niet geaard zijn. Als je geaard bent, dan laat je dat weglopen als het ware. Maar als je dat niet bent, hebben zij het eerste last van. Dus als spreeuw uit de lucht vallen of bijen verdwijnen of kleine insecten verdwijnen, als je de auto ruikt, hoef je niet meer schoon te maken, want de insecten zijn weg. Dan is dat een gevolg van straling. Omdat ze dat niet kwijt kunnen. Nou ja, een vliegend insect, zeg maar, die is niet geaard.
Dat wil zeggen, als jij geaard bent, dus je staat met je voet op de grond, dan kun je overtollige straling, kun je... Met via mijn benen. Juist, dan kun je dat weg laten lopen, als je dat niet doet. Maar koeien bijvoorbeeld in een stal, die willen niet bij de smart meter liggen. Dat willen ze niet, dan moet je ze spotten en dan gaan ze nog niet. Want zij voelen bijvoorbeeld, dieren zijn veel gevoeliger voor straling. Ja. Maar is er dan een verband? Kijk, een mens heeft in het lichaam 12 systemen. Cardiovasculaire, ademhaling, zenuwen, spierstelsel, botstelsel, er zit een spijsverteringsstelsel, lymfedrainage. We hebben 12 systemen. Maar we hebben ook een immuunsysteem. En dat immuunsysteem kun je intact houden door gewoon een beetje gezond te leven. Hè? Om te gaan met de natuur, niet al te veel geprefabriceerde producten, wat beweging af en toe. Dan hou je immuunsysteem, koude douches, dan hou je dat in elk geval wel intact. Ja. Wat is nou een beetje het probleem? Op het moment dat het immuunsysteem verzwakt, bijvoorbeeld door de voeding die we eten, door de chemtrails die we voorbij zien komen, dat daalt uiteraard, komt in de grond, daardoor weer in de planten, komt in het water, daardoor in de grond, daardoor weer in de planten, of in de koeien die dat weer opeten. Dus in wezen, als je een verzwakt immuunsysteem hebt en er komt op een gegeven moment een dosis straling aan, dan heb je de problemen snel te pakken. Ja. He, mensen die sterk zijn, die maakt dat niet zo uit. En wat gebeurt er dan? Dan worden de cellen die we hebben bloedcellen, maar ook gewoon lichaamcellen, die worden als het ware overgeënergetiseerd. Die worden eigenlijk overbestraald, zo mag je het ook noemen. En overbelast eigenlijk. Overbelast, nou ja, dat is wat er gebeurt. En die cellen die willen dat niet, dus die beginnen te muteren, te veranderen. En die stoten dat als het ware af. Wat ze dan niet willen hebben, dat stoten ze af. En dat zou je dat is een exosoom, noemen ze dat. Iets wat de cel afstoot, omdat hij het niet wil hebben. En dat zou je een virus kunnen noemen, omdat dat immuunsysteem door die hoge straling ineens denkt van ja, maar dit is niet wat we willen. En die begint onmiddellijk te reinigen, die wil het lichaam zuiver houden. En dus ontstaat corona bij mensen die een hoge straling krijgen, ja, dat kan bij die mensen op dat moment ontstaan. Maar het is een combinatie van een iets verzwakt immuunsysteem en straling die op dat moment aangezet wordt. Wuhan was een 5G, een van de eerste Chinese 5G-steden. Ja. En hoe kan het zijn dat meerdere mensen min of meer tegelijk op straat neervallen, zogenaamd door een soort ademtekort, en ineens dus corona blijken te hebben? Dan denk ik, als je je ziek en lamlendig voelt, dan ga je niet de straat op. Dus wat doe je dan op straat als je niet zo goed voelt, blijf je thuis bij wijze van spreken. Maar het feit dat meerdere mensen dat min of meer tegelijk kregen, duidt erop dat het dus kennelijk met straling wat geoefend is. En op dat moment zijn die problemen ontstaan. Ja, dus het is wel in Wuhan begonnen, maar die vleermuis... Ach, dat iemand een overdadige vleermuis zoekt, dat is natuurlijk een kletskoek, maar je moet iets verzinnen. Bovendien was dit 50 jaar geleden, staat in het plannen van het World Economic Forum, staat al gemeld dat 2020 het jaar is waarop het corona gebeuren gaat plaatsvinden. Ja. Dus als je de wereldbevolking op de knieën wil krijgen, bijvoorbeeld deels wil vermoorden, dan kun je daar oorlogen voor bedenken, maar ja, dat zet geen zoden aan de dijk of hongersnood. Dat schiet ook niet op. Maar wat wel opschiet, dat is net als bij de Spaanse griep, dat je vaccins aan mensen gaat geven. Toen zijn er tussen de 30 miljoen en 50 miljoen mensen omgekomen, niet vanwege de Spaanse griep, maar vanwege het vaccin van de Spaanse griep. Ja. En dat dreigt nu weer te gaan gebeuren. Je moet de mensen eerst in een angstige situatie brengen, waarvoor ze zeggen van nou ja, lieve help, ja, als ik corona krijg, dat moet ik maar niet krijgen. Dus, en dan staan die mensen straks in de rij om het coronavaccin op te gaan halen, waarvan ik nu die mensen op een briefje kan geven, dat is niet ter bescherming, maar dat is om u chronische ziekte en kwaligheden bij te brengen. Dus, ja. En misschien wel, Bill Gates zegt dat zelf ook, trouwens wat moet zo'n bond bij meneer Rutte in het torentje. Als meneer Gates al jaren roept de wereld is veel te vol, en even later zegt hij, ja maar ik ga vaccins ontwikkelen om u te redden. Nou, is hij in dat torentje geweest? Hij is bij Mark Rutte in het torentje geweest, ja. Dus het komt ook neer dat hij wel een van de grondleggers van deze gekte is. Bill Gates wil vaccins verkopen. En daar heeft hij zijn eigen Bill Gates Foundation voor, zeg maar. Maar die foundation
Hij is naar België geweest, hij is bij Macron geweest, hij is bij Merkel geweest. Hij heeft in Noorwegen, Bill Gates heeft de wereld afgereisd, ja, om tegen de wereldleden te zeggen, joh, jij krijgt 5 miljoen van mij. Hè? Goed, nou, zei Rutte, mag dat niet. Oké, 8 miljoen, dan krijgen die mensen geld. Maar de consequentie is dat je dus het beleid van de WHO, waar Bill Gates de grootste aandeelhouder van is, dat je dat dus gaat uitvoeren. Dus Macron heeft niks te zeggen, en dat geldt ook voor Spanje, dat geldt voor Italië. Men moet tegelijk een soort plan uitrollen om, nou ja, de wereldbevolking, nou ja, eigenlijk te minimaliseren. Als je nu intoetst thuis de Georgia Guidestones, dat staat bij Atlanta, 2 uur dat noorden in Elberton, daar staan stenen, daar staat op, we willen de wereldbevolking terugbrengen naar 500 miljoen. Maar we zijn nu met 6 miljard. Maar diezelfde Mark Rutte die Bill Gates heeft ontvangen, zit wel met de problemen dat de economie op zijn gat ligt. Dus hij krijgt er veel geld voor. Dat is een bedoeling. Eerst chaos, dan orde. Dus je moet eerst... Dat geld heeft hij in zijn eigen zak gestoken. Nou ja, ja, uiteraard. Uiteraard. Of een geheim bankrekeningnummer, dat maakt niet uit. Want de simpele vraag zou zijn, namens de Tweede Kamer, meneer Rutte, heeft u notulen van dat gesprek? Mogen wij weten waar dat gesprek met Bill Gates over is gegaan? En op dat moment Rutte, nee, dat was vertrouwelijk. Hoezo vertrouwelijk? U vertegenwoordigt Nederland en meneer Gates komt op bezoek. Mogen wij niet weten wat daar is besproken? Nee, dat mogen wij niet weten. Nou, dan weet je het in wezen al. Dus het gaat vaak om geld en dat gaat vaak nog om meer geld. Want de hele farmaceutische industrie, die zit hier achter. Die wil dus graag dat vaccin er komt. Dat zoveel mogelijk mensen zo vaak mogelijk worden ingespoten. Nou, A, levert dat al geld op. Maar de problemen die daarna ontstaan, zeg maar in chronische ziekte en onnodige medische behandelingen, dat gaat straks enorm veel geld opleveren, ja. Dus verhaal is eigenlijk dat de grootheden op aarde hieraan verdienen en de kleine massa, grof gezegd, uitgeroeid moet worden. Er moeten 6 miljard mensen weg. Ja, en dat is dan... Om de aarde in relatie te brengen tot de natuur. En dat is kletskoek, want mensen die mij volgen, die weten al lang dat slechts 3% van de hele aardse schijf is bewoonbaar voor mensen. De rest is zeewater, oceaanwater, ijsoppervlakte en woestijnen, Sahara, Gobi, Kalahari, waar je niet eens kan wonen. Dus ja, om te zeggen dat de wereld overvol is, is helemaal niet waar. Maar er zijn mensen die er belang hebben bij dat ze 500 miljoen docile slaven overhouden. Mm-hmm. En 6 miljard van de andere mensen die alles opeten, aardappel en rijst, dat wil men liever niet. En nou ja, en een vaccin die tegelijk uitgedeeld wordt in heel veel landen, Amerika valt er ook onder, delen van Zuid-Amerika, ja, dan is dat een goede manier. Dus ze zijn op het punt dat er berichten komen dat er vaccins eigenlijk geslaagd zijn. Ze denken dus eigenlijk, het heeft lang genoeg geduurd, we hebben ze onder de duim, nu kunnen we langzaam. Iemand die logisch nadenkt, die weet dat er al 70 jaar lang wordt geprobeerd om het griepvaccin echt uit te vinden die de griep zeg maar voorkomt. Met HIV, daar zijn ze al geloof ik 40 jaar mee bezig om dat uit te vinden. Dus het feit dat er nu binnen een jaar, hè, want in maart of februari begon zeg maar de toestand een beetje, dat ze binnen een jaar een vaccin kunnen ontwikkelen die zogenaamd dit coronaziekte zeg maar gaat oplossen, is grote kletskoek. Het is dus niet waar. Ja. Dus of het vaccin was er al voordat er problemen kwamen, nou, dan ben je een goede marketingstrateeg, want je hebt een product, niemand wil het hebben. Dan denk je, nou, laat ik ze bang maken voor het virus, dat wat nu gebeurt. En de media, die krijgt er ook geld voor. Ja, en artiesten, die Marokkaan, hoe heet die Alibaba, Ali B, die krijgt ook €64.000 ja, als hij mee wil werken om de angst zeg maar te doen. En Gordon, die krijgt corona, krijgt hij niet, maar daar krijg je weer een tol voor. En als jij dat zegt, dan heb je de volgers van, oh, zelfs Gordon heeft het. Het is allemaal truc, het is mediacircus. En dat Trump het kreeg, zit hij daar dan indirect ook achter? Nou, de Trump behoort wel tot de goede kant. Zeg maar, die behoort wel tot een goede kant. Maar ik denk dat Trump het gedaan heeft om aan te tonen dat hij er ook zo weer uit is, met je die chloroquine, mm-hmm, of hydrochloroquine, dat is een iets verzwakte vorm van, dat je dat gewoon kunt gebruiken als geneesmiddel. Want als 99,992% het overleeft, waar heb je dan een vaccin voor nodig die 90% effectief is? Dat is toch waarheid. Dus je kan beter zeggen, nou, het is veiliger om hem niet te nemen, hè, want de kans dat ik doorga is 99,992%.
dat ik het vaccin neem, met kans op 10% dat ik er ziek van word. Ja, dus niet doen. De cijfers die uitkomen van dit vaccin, 60-90% effectief, dat is gewoon onzin. Ja, het kan wel 60-90% effectief zijn, maar dat betekent dus ook dat de 40-10% niet effectief is. En waarom zou je dat risico dan lopen om ingespoten te worden? Kijk, ze spuiten geen vitamine in, hè? En geen ettensoep. Ze spuiten iets in waarbij men zegt van, dan triggeren wij het immuunsysteem een beetje. Van jongens, pas op, hier heb je alvast een beetje corona. Want als straks de echte corona komt, dan ben je voorbereid. Dus als ik jou volschiet, zeg maar, met hele kleine kogelgaten, dan zeg ik, joh, ik schiet jou alvast vol met kleine kogelgaten. Als dan de grote kogelgaten komen, dan ben je alvast voorbereid. Dat is dan makkelijker. Dat heeft dus geen zin, weet je wel. En wat mij dan verbaast, jij bent vrij helder, maar wat mij dan verbaast is dat heel veel mensen toch die overheidspropaganda toch maar vrij klakkeloos. Dan moet je dus wel heel goed je tanden altijd gepoetst hebben met fluor. Dan word je een beetje gedwee en docil van, zeg maar. Ja. En ook je hersenfuncties worden uitgeschakeld. Dan moet je dat wel gedaan hebben om dat allemaal te geloven. En dan denk ik, ja, doen die mensen dan geen onderzoek? En ik denk het niet. Een heleboel mensen denken werkelijk dat er wat in Nederland rondwaart, zeg maar, die slachtoffer. Ja. Nou ja, maar ik heb nog nooit iemand gesproken die zegt dat hij iemand kent die corona heeft. En dat was dan ben ik de eerste. Nou ja, ben jij de eerste? Ik ken wel iemand. Ik ken wel iemand. Aan corona of ouderdom? De ouderdom is weg, griep is weg, alle andere ziekten zijn weg. En er was vanochtend kreeg ik bericht dat er was zo iemand uit het Vaticaan aan corona overleden. Die man was 91. Het woord ouderdom komt dus niet eens voor, maar er wordt gelijk. Maar goed, dat levert geld op. Als een dokter COVID erop op het doodcertificaat zet, dan krijgt hij €5.000 of zo. Ja. Hebben we nog een filmpje? Ja. They're fighting a war here and they're losing. The sheer numbers of people succumbing to the coronavirus is overwhelming every hospital in northern Italy. The staff are working flat out trying to keep these people from deteriorating further. They're trying to stop them from dying. Wat doen die mensen daar? Dit is door de overheid gesubsidieerd straattheater. Dus dit zijn figuranten? Ja, natuurlijk. Dit, maar kijk, het is niet echt. Je moet het alleen wel echt laten lijken. Anders gaan de mensen niet straks opbellen van, heeft u nog een vaccin voor mij? Dus het is een soort angstpropaganda die professor Alinari of zo van het ziekenhuis van Milaan. Dat was toen in Bergamo, toen die legerwagen die allemaal reden. Die heeft letterlijk gezegd, er zat geen één lijk in die wagens. Er zat niemand in. Er was niemand in. Het is een hoax die wij aan moeten denken dat werkelijk gebeurd is. En zij is de hoofd van dat ziekenhuis in Milaan. En die heeft dat ook aangegeven. Ze zegt, onze ziekenwagens werden verplicht om door de stad zwaaiend heen en weer te rijden. Met terwijl er ook niemand in lag. Ze zegt, het is en je ziet het tegelijk in Spanje, je ziet het in Frankrijk. Macron doet er aan mee, Duitsland doet er aan mee, België doet er helemaal aan mee. Nederland doet er aan mee. Nou, Denemarken en Zweden zijn ze nu gelukkig wat nuchterder aan het worden. Polen en Brazilië. Allemaal landen die doen daar mee. Maar Bill Gates heeft misschien wel 2 jaar nodig gehad om al die landen te bezoeken. En hij zegt van jongens, er gaat wat vreselijks komen in 2020. Hoe wist hij dat? Ja, dat weet ik ook niet. En nou ja, het gaat om geld. Want ook al zou hij maar 1 miljard uitgeven aan alles meer geld. Er komt misschien wel 5 miljard terug aan verdiensten. Ja, vaccins en achterliggende problemen. Want stel dat ze jou dat vaccin geven en op een gegeven moment begin jij duizelig te worden. Je kan niet meer goed nadenken, je ogen worden slecht. Dan heb je medische behandelingen nodig en dat levert ook weer geld op. Het is, je zal zeggen, Frans, dat is ook een marketing plan. Ja, dat is wel marketing, ja. Want hoe kun je binnen een jaar een vaccin ontwikkelen? Mm-hmm. Terwijl je als parallel zegt, laten we het vaccin nemen voor HIV of het vaccin voor de griep. Ieder jaar moet er weer een vaccin gespoten worden. Dus kennelijk is de griep nog steeds niet uitgebannen. Hè? Ook al worden de. Maar ja, ze spuiten geen vitamines in, ze spuiten de ziekte in. Ja. Dus als je snel wil dat corona zich verspreidt, dan moet je zoveel mogelijk mensen injecteren met corona. Dan begint het te verspreiden. Dus als de theorie die je zo schetst naar boven komt en niemand laat zich
injecteren met een vaccin, is er niks aan de hand. Nee, is het een mislukt plan. Een virus is dood. Het is niet een bacterie. Een bacterie die loopt rond, of die zwemt, of die doet. En die doet. Er zitten een heleboel bacteriën in jouw lichaam. Ja. Je hebt zeg maar triljarden cellen, maar je hebt nog 10 keer zoveel bacteriën in jouw lichaam zitten. Die allerlei functies doen en dingen die we doen. Maar een virus is een stukje poep, zeg maar een soort uitwerpsel van een cel. Van, ik moet dat niet hebben. Dus het feit dat wij via films en dergelijke bang gemaakt worden door een virus, nee, dat genoemd. Maar je zou een dodelijke levende bacterie, als je zegt van nou dat noem ik virus, dan moet je gaan naar de oorspronkelijke ontdekker van virus, dat is Bleijenberg. Meneer Bleijenberg, die heeft ooit het eerste virus zogenaamd, maar het kan niet door lucht leven, het leeft niet eens, het is niet dood, het is dood. Het kan dus niet overspringen, ik kan het dus niet uitademen en jij weer inademen. Ja. En het feit dat we bang gemaakt worden met die gekke mondkapjes, dat heeft geen enkele zin. En dat is net als dat je kippengaas op je raam doet, zodat er geen muggen binnenkomen. Dat heeft ook geen zin. Maar het is een visueel middel om de angst te verstevigen. Ja. Daarom wordt het ingezet. Daarover gesproken, de mondkapjes, even meer persoonlijk op uzelf. Hoe is het om te leven in deze tijd met horeca dicht, mondkapjes dragen, afstand houden? Alle maatregelen, terwijl je eigenlijk weet dat het allemaal nep is. Hoe is het om dan daarmee om te gaan? Nou ja, ik draag geen mondkapje, dus ook niet in de winkels. Interesseert me totaal niet wat mensen daarvan afstanden houden, dan doen we ook niet. Ik bedoel, er zijn net zoveel knuffels voor iedereen die dat wil hebben. Maar die mensen zitten in dezelfde categorie. Dus dat ik een platte 3D'er tegenkom, mensen die nog echt geloven dat we op de maan stonden en dat een kapje werkt, die ontmoet ik ook niet. Dat selecteert zichzelf uit. Dus de mensen die ik wel ontmoet, die zijn bewust dat ze dit. Dus ja, horeca, nou ja, goed, als ik niet uit eten kan gaan, dan is dat zo. Weet je wel, ik moest laatst in een hotel en dan kun je niet eens een ontbijt krijgen. Dat moet je dan van buiten laten inbrengen, zeg maar. Ja. Nou ja, dus je vangt het wel weer op. Het is, ik kijk daar een beetje laconiek naar en ik moet glimlachen als ik mensen domme dingen hoor zeggen of doen. En dan denk ik, nou ja, goed, ik heb mijn hersenen nog. En laatst ook in de supermarkt. En ik ontsmet nooit die idiote wagentjes met dat idiote ontsmettingsspul. Ja. Zeg maar, dat is levensgevaarlijk. Ja, vieze troep. Dus ik doe dat niet. En dan komt er zo'n meneer van, u moet u. Ik zeg, ik moet helemaal niks. Ik zeg, ik bepaal zelf wat ik wel of niet doe. Ja. En als iemand dan verder wil, dan zeg ik wel van, nou ja, ik heb mijn hersenen nog. En kennelijk die van u functioneren misschien wat op een minder goed niveau. Maar dat moeten ze mij ook niet doen. Hoor. Maar je moet mij niet in mijn vrijheid aantasten. Dat is het belangrijkste goed wat je hebt gekregen als mens op aarde. Dat je in vrijheid zeg maar, je leven kan uitoefenen. Met verbinding, vrede, vriendschap. Dat zijn allemaal V's die we moeten nastreven. En dat er dan een overheid, een gekochte overheidsorganisatie komt. Die zegt van ja, maar dit mag niet en dat mag niet. En we mogen niet zus. En geen vuurwerk. Of ik nou voor of tegen vuur ben, dat maakt helemaal niet uit. Maar ik ben wel voor vrijheid dat mensen kunnen doen. Ja. En je zal zien dat er straks enorm uit de hand gaat lopen. Agenten worden straks belaagd. Want ja, dan voorkom je een boete. En als je een agent maar een vuurpijl in een buik schiet, dan, en dat gaat gebeuren, want die slachtoffers vallen. Want de mensen willen niet dat die in de buurt komen. Want zij willen gewoon hun ding mensen doen. Mensen willen een ding doen. Die willen een ding doen, ja. En bovendien wordt het een spelletje. Ze zeggen, nou, ik durf het. Ik durf wel een, daar staat een boa, maar ik durf het wel. En dan ga je achter een vuilniszemmer staan en dan doe je dat nog. Dat worden chaotische toestanden. Kijkt u eigenlijk zelf naar de persconferenties? Nee. Ook niet als, hoe moet ik het zeggen, als vermaak om te kunnen kijken en te zeggen, ze snappen er niks van. Nou, ik kijk er niet naar, dus ik weet niet wanneer dat is. Ik weet ook niet welke maatregelen afgekondigd worden. Ik heb alleen gezegd van, joh, we moeten ons zo min mogelijk aantrekken van wat die twee clowns daar elke keer weer bedenken. Hè, en leugen op leugen proberen te stapelen. En maar proberen hun gezicht in plooi te houden. En als Rutte gaat hebben over Sinterklaas, wat ik begrepen heb. En de jongen over de kerst. En dan denk ik, ja, nou, dat zal allemaal wel. Maar zodra ik daar energie aan geef, lijkt het net of ik het serieus neem. Ja. Dus ik volg het niet, ik kijk ook niet. Ik weet niet wat de regels zijn. Dus ik weet alleen dat ik mijn eigen grote evenementen, de Truth Convention, de Earth and Beyond,
ja. Shine, dat ik dat nu even niet kan doen. En ik moet zeggen, de massa zegt dat u en andere mensen van zulke organisaties complotdenkers zijn. Mm-hmm. Kunnen we dan niet stellen dat de massa de complotdenker is? Nee, de massa denkt helemaal niet. De massa die gelooft, zeg maar, wat een autoriteit zegt. Dus als een Ab Oosterhaus, wat een viroloog is. Maar goed, als je die man gaat natrekken, dan blijkt dus al dat hij met die Mexicaanse griep, dat hij bewust aangestuurd heeft op angstmakerij, waardoor de overheid op een gegeven moment vaccins gaat afnemen. Bovendien in een firma waar hij deels eigenaar van is. Dan zit je toch de boel voor jouw gewin, zit je dan gewoon net als net met de broer van Hugo de Jonge, en die heeft dat bedrijf waar ze die vaccins maken. En het is net alsof ze op een zaterdagavond zeggen, joh Hugo, ga jij ze bang maken en verplichten tot een vaccin? En dan ga ik die jongens alvast aan het werk zetten om een vaccin te maken. Nou, op die manier zal het dan ongeveer gaan. Dus wij mogen dan complotdenkers zijn. Het wordt dus overigens bedacht door de CIA. Om mensen die normaal en weldenkend zijn, om die een beetje weg te zetten als complotgekkie. Maar nou ja, allemaal best. Ik vind allemaal best, hoe ze het dan noemen. Maar ik hoop dat in dit tijdperk, het Aquarius, dat allemaal duidelijk wordt. Dat alle leugens boven tafel komen. Ja. Dat we gaan weten wat UFO's zijn. Dat we weten of er wel of niet buitenaards leven is. Dat we gaan weten hoe de farmaceutische industrie werkelijk werkt. Hè, en dat zij proberen alle natuurgeneeswijzen als alternatief te verklaren. Maar het is natuurlijk andersom. Ik bedoel, duizenden jaren heeft een mens geleefd met natuurlijke geneesmiddelen. Maar pas toen de farmaceutische industrie kwam, ineens moeten we allemaal aan de potjes en de pilletjes en de poedertjes en de zalfjes. En dat is natuurlijk een grote kletskoek. Ik bedoel, je hebt geen hoofdpijn omdat je een tekort hebt aan een hoofdpijntablet. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je hebt hoofdpijn omdat er iets anders is. Bijvoorbeeld onvoldoende zuurstof, onvoldoende water in je lichaam, bijvoorbeeld stressfactoren. En dat is een grote factor om ziek te zijn. Maar het hoofdpijntabletje, dat is alleen maar bedoeld om het even weg te nemen, maar om het even tijdelijk op te lossen. Ja. Maar, en daar profiteren zij van. Dus hoe meer straling uit de tv komt, of frequenties die meegezonden worden. Ja, dus als jij vaak naar Netflix kijkt en je kijkt een leuke serie, dat wil niet zeggen dat ze niet iets meezenden tegelijk in die frequentie dat jij ook binnenkrijgt. Ja, want ik heb gelezen dat symptomen die je hebt van 5G, onder andere pijn aan de huid, even denken, onrustig slapen, misselijk. Niet goed kunnen slapen, misselijkheid, duizeligheid, niet meer goed kunnen nadenken, plotselinge hitte en koude. Gewoon storingen in je totale ritme. Maar dit zijn hele andere dingen dan wat de overheid zegt van klachten van het coronavirus. Dus die klachten is gewoon, dat slim waren als ook gezegd, ja, je krijgt er pijn aan de huid van, hoofdpijn. Het is pijn aan de longen en hoesten, waar komt dat dan vandaan? Als jij, ik heb sheets, dat als je 60 gigahertz doet, dan ontstaat er een trilling waarbij de zuurstof, de lucht althans in de atmosfeer, dat die zich nauwelijks kan binden via de longen. Dus op het moment dat je bij 80 gigahertz niks aan de hand, bij 40 ook niet, 50 ook niet en 70 ook niet, maar bij 60 zit er een piek als het ware in dat de zuurstof als het ware uit de lucht genomen wordt. En dat is wat er gebeurd is in Wuhan. Op het moment dat je die frequentie aanzet en even later is het weer normaal, dan hebben ook de mensen op dat moment problemen. Maar een virus is er niet. Het is alleen dat straling het immuunsysteem voortdurend, continu, ongemerkt verzwakt. Helder. Tot slot, zijn er al theorieën van u geweest die uiteindelijk waar bleken te zijn? Die u hebt voorspeld, waarvan iedereen heeft gezegd, er klopt niks van, en even later bleek dat het wel zo was. Dat je eigenlijk gelijk hebt gekregen. Oh ja, ik geef lezingen over dat we niet van de apen afstammen. Ik geef lezingen over het aardse gigantisme. En dat alles voor ons veel grotere levensvormen had. Planten, bomen, dieren en mensen. Ik vertel over de platte aarde, waarvan ik weet dat die geen bol is die met een ontiegelijke snelheid door het vacuüm gaat. Dus ik ben er niet, zeg maar, om complotten, wat heet, naar buiten te brengen.
in de hoop dat dat later werkelijkheid blijkt te zijn. Ik onderzoek dingen en ik breng mijn bevindingen naar buiten via speeches of presentaties of misschien wel video's. En iedere zaterdag of woensdag heb ik dan een soort live waarbij ik dan de mensen wat dingen vertel. Ik vertel nu over de Tartarië-wereld, zeg maar, met vrije elektromagnetische energie, hoe ze dat allemaal deden. Nou, dat is iets waar ik nu over vertel. En ja, dat is gewoon een constatering. Het zijn feiten die ik naar buiten breng. Ja, en als je er niet in gelooft, dan is dat maar zo. Dan moeten mensen zelf weten. Ja. Ik ga nooit iemand overtuigen. Ik breng iemand alleen dichter bij de waarheid. En als iemand voelt dat dat resoneert, en dus je zegt van, hé, dit... Ja, ik voel toch wel als dat eens klopt. Nou, dan is het toch prima, dat is bedoeld. Maar het is niet zo dat ik voorspel van, nou ja, we gaan in 2021 gaat dat gebeuren. Hè, en dan hoop ik dat dat ook gebeurt. En dan kan ik later zeggen, zie wel, ik had het voor, dat doe ik. Zo werk ik niet tenminste. Dus, ja. Ik hoop alleen dat ik had afgelopen week 3 keer hier een lezing. En er zaten elke avond 10 mensen, dus 30 mensen. Maar goed, dinsdag ben ik alweer in Enschede. Om daar een lezing te geven over de platte aarde. Dan zijn er wel 27 aanmeldingen, maximaal 30. Maar goed, dan heb je allemaal mensen in de zaal. En dan leg ik uit in 3 uur tijd, iets meer soms nog, waarom de aarde geen bol kan zijn. En hoe de aarde er dan wel uitziet. Nou, en dan hebben we nog wat vragen op tijd en dan gaat iedereen weer naar huis. Maar goed, 2 weken later zit ik alweer in Den Bosch. En dan ga ik in Den Bosch die lezing doen. Dat is wat misschien mijn leven op dit moment uit bestaat. Dus uit het geven van presentaties en een stukje wat ik denk dat waar is naar buiten brengen. En de mensen zelf moeten zeggen van, hé, daar wil ik naartoe. Helder. Ja. Wat denkt u van de tenthouse? En de theorie eromheen? Nou ja, de bommen die daar zijn aangebracht, die lagen bij de Israëlische ambassade. Die zijn 's nachts met busjes. Zijn die iedere nacht vanaf 1 uur tot 3 uur kwamen die aan bij de torens. Die zijn dus zorgvuldig in die weken ervoor, zijn die daar allemaal geplaatst. Dus het feit dat er 2 vliegtuigen tegen een gewapend betontoren aanvliegen. Er zit tussen jou en de buitenlucht zit 1,5 millimeter aluminium. Dus dat überhaupt een stenen toren in gevaar kan, dat kan natuurlijk helemaal niet. Zo'n vliegtuig komt er baf, die komt tegen die wand aan en die stopt zo naar beneden. Dus dat waren hologrammen wat we hebben gezien. Die vliegtuigen, dat is niet echt. Dat is niet echt. Die vliegtuigen zelf zijn ergens anders naartoe gegaan. En je kunt dat ook zien bij de beelden, dat 1 vleugel, bij dat filmpje, gaat die dwars door een gebouw heen. En die komt aan de andere kant weer tevoorschijn. En dat hebben ze dus kennelijk verkeerd geholografeerd. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar eigenlijk de 9-11, dat is natuurlijk een grote hoax en dat moest. Want op 11 september 2001 was de bedoeling dat de GESARA en NESARA wetgeving in Amerika van kracht zou worden. En door het feit dat 's ochtends meteen al die torens werden... En alle Joden en Zionisten waren die dag niet op hun werk. Hè. Die hadden allemaal massaal een vrije dag genomen. Dat is allemaal bekend. George van Hout, als je daar meer over wil weten, die geeft daar lezing over. Maar goed, dat zou ik ook kunnen horen. Ik zou wel een uur over 9-11 kunnen spreken. Maar goed, dat klopt ook allemaal niet wat men ons beweert. Ja. Maar goed, dat was wel een reden meteen voor Amerika om de andere landen zover mogelijk aan te vallen. En want ze moesten die Osama Bin Laden moesten zijn, maar die had het immers gedaan, zogenaamd. Ja, precies. Goed, dan hebben we het.